Hier zijn we een poging aan het doen om 's werelds grootste bloeiende Van Gogh zonnebloemenschilderij te maken in het kader van het jaar van de zonnebloem. We hebben als voorbeeld genomen het schilderij van Van Gogh met 14 zonnebloemen wat in National Gallery hangt, omdat het daar precies nu een eeuw hangt en is dat het jaar van de zonnebloem. Maar ja, Van Gogh was eigenlijk nooit tevreden over zijn werk. Hij heeft minstens 5 van diezelfde schilderijen gemaakt en een van die schilderijen staat daar ook en dat is niet precies het schilderij wat we hier aan het maken zijn, maar een schilderij wat iets eerder gemaakt is. En eigenlijk was je daar nog niet tevreden over. De eerste voorbereidingen op de tekentafel dateren van november 2023. Je kunt je die bijna niet voorstellen. En toen hadden we het idee van nou, eind van het jaar maken we het perceel vlak. En maken we het zwart, zoals de mensen dat hier noemen. Maar dat liep toch even anders. Dus het werd keer op keer uitgesteld vanwege de enorme regenval. Het regent bijna onophoudelijk vanaf oktober tot een paar weken geleden. En we dachten eigenlijk op dit moment de zonnebloemen al ongeveer op deze hoogte te hebben. Dus een metertje hadden ze moeten staan. Maar vanwege het natte weer kon er niet eerder gezaaid worden of is, laat ik zeggen, de oogst mislukt. Dus we zijn weer opnieuw begonnen met zaaien. Op de achtergrond zijn ze druk bezig met zaaien. Hoe gaat dat? Nou, de tekening die staat op het, is uitgezet met linten, dat is natuurlijk wel te zien. Daarna wordt het vrij vlak gekrabbeld met een hark. En dan worden er met speciale driepoten worden er gleuven ingetrokken. En in die gleuven, daar wordt zaadje voor zaadje, zoals je daar ziet, wordt het zaad erin gedaan. We hebben ongeveer 125 kuub houtsnippers erin liggen en die vormen straks het wandelpad door het schilderij, zodat mensen het optimaal zouden kunnen beleven. Bovendien gaan we een uitkijksteiger plaatsen, zodat mensen een mooi overzicht hebben over het schilderij. Hoeveel uren hebben jullie er al in zitten? Ja, heel veel uren. Ik durf er niet over na te denken. En het zijn allemaal vrijwillige uren, dat is het mooie. Dus ja, heel veel respect voor alle vrijwilligers die gewoon volhouden. Net zoals Vincent van Gogh dat deed, gewoon volharden, blijven proberen. En dat is precies wat wij ook doen. Ze weten thuis nog wel wie jullie zijn? Jawel, jawel. Af en toe moeten we ons even melden. Dan ben je er nog. Zeker, ja. Kijk elke werkdag vanaf 5 uur naar Zuidwest Update op Zuidwest TV.